Van vreemde natuurverschijnselen tot paranormale verschijnselen. Bekijk 13 vreemde momenten die je niet zou geloven als ze niet op camera waren vastgelegd. Yeah! 13. Reeks enorme waterhozen. Kijk eens wat een camera vastlegde in Noorwegen. Het is een van de mooiste bezienswaardigheden die je ooit zal zien. Het is niet één, maar enkele enorme waterhozen en elk van hen is buitengewoon fascinerend. Het zien van zo'n waterhoos is niet ongewoon. Wat wel ongewoon is, is dat je er meerdere tegelijk dicht bij de kust boven de zee ziet verschijnen. Dit zeldzame verschijnsel werd gefilmd voor de Zuid-Noorse kust bij Arendal in juni 2014. 12. Uit het water springen de roggen. Een familie was aan het zeilen in de zee van Cortés toen ze iets bijzonders in het water zagen. Kijk maar eens naar dit fascinerende schouwspel dat zelfs wetenschappers versteld doet staan. Het zijn roggen die met tientallen uit het water springen. Ze sprongen ongeveer 2 meter in de lucht, flapperden met hun vleugels, deden zelfs een buiksprong alsof ze een gymles hadden of zo. De familie nam deze ongewone waarneming op met hun telefoon, zette het op YouTube en het duurde niet lang tot de BBC het opmerkte. Zo vreemd was het. Wetenschappers weten dat het hier om duivelsroggen gaat. Waarom ze het doen is nog steeds een raadsel. 11. Stofhoos in Kerala. Een leraar in Kerala zag iets bijzonders op de speelplaats en hij moest gewoon zijn telefoon nemen om het vast te leggen. De video ging onmiddellijk viraal, wat niet meer dan normaal was. De video toont een verschijnsel dat een stofhoos wordt genoemd. Kijk eens hoe hoog de stofhoos reikt. Het lijkt wel een portaal of zo. Deze specifieke stofhoos duurde maar zo'n 3 minuten, dus het is maar goed dat de leraar hem op tijd vastlegde. Als je afvraagt hoe stofhozen ontstaan, nou, ze ontstaan wanneer een hoeveelheid hete lucht nabij het oppervlak snel opstijgt door koelere lucht erboven, waardoor een opwaartse draaiende beweging ontstaat, zoals je hier ziet. 10. Meteorieten boven Utah. Stel je voor dat je rustig binnen wat aan het doen bent en plots een knal hoort, dan naar buiten gaat en een streep licht door de hemel ziet zoeven. Je zou gek worden en denken dat de apocalyps nabij is. Dat is precies hoe inwoners van Utah zich voelden toen ze iets in de lucht zagen wat een meteoriet leek te zijn. Volgens een vrouw die het geheel filmde, doet de camera dit schouwspel niet echt recht. Dat was een angstaanjagende ervaring voor haar en voor ieder ander die het zag. Maar één vraag blijft: heeft de meteoriet de aarde bereikt of is het opgebrand voor de inslag? Dat zullen we vast nooit weten. 9. IJstsunami. Nee, dit is geen sneeuw die door de huizen van deze mensen komt, maar iets veel angstaanjagenders. Het is een tsunami-achtige golf van ijs, kruiend ijs genaamd, die door de harde wind aan land werd geduwd. De gevolgen waren verschrikkelijk. Ik bedoel, stel je voor dat je zoiets dwars door je huis ziet gaan. In dit soort situaties kun je eigenlijk niets anders doen dan je telefoon tevoorschijn halen en het op de gevoelige plaat vastleggen. Tot overmaat van ramp produceerde het kruiend ijs een diep verontrustend geluid dat leek op het versplinteren van glas. Zoiets wil je echt niet meemaken. 8. Vuurduivel. We hebben het gehad over een stofhoos, maak je nu op voor nog iets gekkers, een vuurduivel. Dit schouwspel lijkt recht uit de hel te komen en het is fascinerend en angstaanjagend tegelijk. Deze ongelooflijke beelden werden gefilmd in Arganil, Portugal op 7 oktober 2017. Hoewel deze vuurduivel niet zo hoog is als de stofhoos van eerder, is hij toch behoorlijk indrukwekkend. Hoe kan het ook anders als er vuur bij betrokken is? Dit zeldzame verschijnsel treedt op wanneer vlammen midden in stof en wind terechtkomen. 7. Bliksemschichten. Kijk eens wat er in Japan is vastgelegd. Een vrij zeldzaam schouwspel dat je niet zou geloven als het niet op camera was vastgelegd. Het toont zeldzame elektromagnetische uitbarstingen, ook wel sprites genoemd, die zich boven onweersbuien vormen. Ze werden gefilmd door de Japanse NHK-televisie met 10.000 beelden per seconde. Het was niet de eerste keer dat het schichtige verschijnsel werd vastgelegd, want het internationale ruimtestation legde het ook vast boven Zuidoost-Azië in april 2012. 6. Spookachtige schaduw. Dit is geen horrorfilm, het is levensecht. Toen een nachtbewaker gebonk hoorde uit een kleedkamer, besloot hij op onderzoek uit te gaan en de hele beproeving te filmen, zodat de mensen hem zouden geloven. De man is doodsbang, je hoort het in zijn stem. Toen hij de trap afdaalde, zag hij een kleedkamerdeur opengaan en dichtslaan. Toch besloot hij binnen te gaan en te kijken wat er aan de hand is. Wat een dappere man. Eenmaal binnen zag hij niets, althans eerst niet. Maar toen legde zijn telefooncamera iets angstaanjagends vast. Het was een schaduw die langs de banken passeerde en het videokader van links naar rechts doorkruiste voordat hij door de muur verdween.
Het is maar goed dat de bewaker alles op video heeft vastgelegd, anders zou niemand hem geloven. 5. Schapenwolkjespatroon. Laten we even ophouden met afschuwelijke beelden waar je nachtmerries van kan krijgen en het in plaats daarvan hebben over iets moois zoals dit. Heb je ooit iets mooiers gezien? Het lijkt wel uit een sprookje te komen, maar dat is het niet. Deze prachtige patronen van schapenwolkjes werd op camera vastgelegd in Chongjiang County in de provincie Guizhou in het zuidwesten van China. En het zien ervan in slow motion is alsof je naar een andere dimensie wordt getransporteerd. Mocht je het je afvragen, deze prachtige patronen komen voor door een atmosferische golf en het is meestal een teken dat er een weersverandering aankomt. 4. Demon staat boven het bed van een kind. Terug naar de paranormale verschijnselen. Alsof die angstaanjagende aanblik van een schimmige figuur in de kleedkamer nog niet genoeg was, hebben we dit ijzingwekkende schouwspel dat op camera is vastgelegd. Hier krijg je nachtmerries van. Een oma heeft een bewegingsgevoelige camera in de slaapkamer van haar kleindochter geplaatst. Maar ze had nooit verwacht dat die zoiets angstaanjagend zou vastleggen. Dit is beslist iets wat niemand wil zien, zeker niet in de buurt van het bed van een zuigeling. Het is een vorm en het lijkt op een soort demon met hoorns op het hoofd en lange klauwen. De aanblik is al huiveringwekkend, maar het wordt nog huiveringwekkender als je erachter komt waarom oma de camera in de eerste plaats had opgesteld. Ze hoorde haar kleindochter midden in de nacht tegen iets onzichtbaars praten. Dit is het soort dingen waar nachtmerries van gemaakt zijn. 3. Brandend vuur boven het water. Het zal even duren voordat je hersteld bent van dat ijzingwekkende demonenbeeld van daarnet, maar misschien helpt dit adembenemende schouwspel. Het is een vuur dat boven op het water brandt en onmogelijk te blussen was. Dit vreemde voorval vond plaats in Shanghai toen enkele arbeiders een put aan het boren waren. Toen de boor ongeveer 60 meter onder de grond kwam, begon het water naar de oppervlakte te borrelen en toen gebeurde het meest verbazingwekkende. Het water werd op de een of andere manier ontstoken door een arbeider die juist op dat moment een sigaret aanstak. Ze konden het vuur niet blussen en daarom spoedden enkele deskundigen zich naar de plek om te zien hoe dit fenomeen ontstaan was. Een van hen, genaamd Zhang Banglong, denkt dat het vuur brandde door aardgas dat vrijkwam door al dat boren. Gelukkig was er geen gevaar voor een explosie omdat de hoeveelheid gas te gering was. Hoe dan ook, het was een fascinerend verschijnsel dat je niet zou geloven als het niet op camera was vastgelegd. 2. UFO. Als we het hebben over vreemde dingen die op camera zijn vastgelegd, moeten we minstens één UFO laten zien, dus hier is die dan. Nou, als we precies willen zijn, deze is eigenlijk een Unidentified Aerial Phenomenon, UAP, wat het op de een of andere manier nog vreemder maakt. Je ziet een object in de vorm van een piramide door de lucht vliegen en de beelden zijn gemaakt door een persoon van de Amerikaanse marine als onderdeel van lopende onderzoeken naar UAP's. Blijkt dat het Pentagon in 2020 een werkgroep heeft gevormd om zijn begrip van UAP te verbeteren. Misschien krijgen we binnenkort eindelijk wat antwoorden. 1. Visregen. Onze thumbnailfoto voor vandaag is bizar. Het toont honderden vissen die zomaar uit de lucht op straat vallen. Sommige mensen rapen ze zelfs op. Serieus, waar gaat het over? Laten we het uitzoeken. Hoezeer het er ook op lijkt, dit verschijnsel is niet echt een eenmalige gebeurtenis. Het gebeurt in Honduras tot 4 keer per jaar. Het heet toepasselijk de lluvia de peces, of visregen. De visregen komt alleen voor onder specifieke omstandigheden. Het moet enorm stormen met luide donder en een hoop bliksem. Het soort weer dat zo intens is dat niemand buiten wil zijn. Zodra alles tot rust komt, pakken mensen hun emmers en gaan wat vis verzamelen, zoals deze mensen op onze thumbnailfoto. Niemand begrijpt waarom dit steeds weer gebeurt, maar een mogelijke verklaring is dat de vissen worden meegesleurd door waterhozen die aan het aardoppervlak ontstaan. Wat was je favoriete moment uit de video van vandaag? Laat het ons weten in de comments en abonneer je op ons kanaal.